Zaterdagmiddag speelde FC Groningen Cambuur A1 op Sportpark Corpus den Hoorn de noordelijke derby tegen SC Heerenveen Emmen A1. FC Groningen A1 staat ene laatste in de A-junioren eredivisie en kan de punten dus zeer goed gebruiken. Prima voorzet van Holder en overgekopt door Gustavo van der Veen. FC Groningen wil iets laten zien in de derby tegen Heerenveen. Neemt altijd wat extra's mee, maar we hebben de punten sowieso hard nodig tegen elke tegenstander. Dan Heerenveen met de voorzet van de Jong. Bal wordt doorgekopt, komt bij Tony en die schiet hard binnen 1-0 voor Heerenveen. Doelpunt van de Hongaarse spits Tony. En dus zal de ploeg van trainer Paul Ravenau iets terug moeten doen. Ravenau die vanmiddag assistentie krijgt van Hugo. Dan kort voor rust een vrije trap voor FC Groningen. Aanvoerder Mark Diemers is de man die vanaf rechts altijd de vrije trappen neemt. Ron Jansen kopt in op de paal en dan gaat de bal via het lichaam van Robbie Holder alsnog in het doel. FC Groningen juicht, maar ten onrechte, want kijk in de herhaling. Op het moment dat Jansen kopt staat Holder buitenspel en dus heeft de assistentscheidsrechter de vlag terecht omhoog gedaan. Toch wordt hij afgekeurd, dus men moet blijven gewoon hard werken, gewoon blijven gaan. En dan zullen we zien dat daar uiteindelijk werd het ook nog weer beloond. FC Groningen gaat in de tweede helft op jacht naar de aansluitingstreffer. Inzet van Jansen, Douma laat de bal los, maar Hagenau weet niet te profiteren. Het is wel een waarschuwing van FC Groningen. Ravenau ziet dat zijn ploeg een stuk beter speelt dan in de eerste helft. Dit is Hagenau die de combinatie met invaller Gorissen aangaat. Gorissen gaat onderuit, is geblesseerd, maar het spel gaat door. En de niet zichtbare Hagenau schiet FC Groningen naar 1-1. Dan zijn er nog een paar minuten te spelen. De vrije trap van Diemers. Gorissen schiet in. Bal wordt verlengd door Jesse Rinke. Hij staat buiten spel, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt goed. En de Heerenveeners die protesteren. Ik keek omheen, de bal werd verlengd. Ik stond helemaal vrij achterin. En de eerste reactie was wel dat ik omkeek naar de grens. Maar het was klaarblijkelijk geen buitenspel, dus gewoon een geldige goal. Het doelpunt wordt goedgekeurd en dus wint FC Groningen A1 de derby tegen Heerenveen met 2-1. En zo stijgt FC Groningen naar de 12e plaats met 13 punten en kan het even weer wat ruimer ademhalen.